Nikon stuurde deze tas met een wel hele interessante inhoud. Er zit een gloednieuwe Nikon Z9 in en die gaan we unboxen. Een lang verwachte camera, de Nikon Z9. Laat ik maar meteen unboxen. Nou, de Nikon Z9 is de nieuwste full-frame systeemcamera van Nikon. Ook meteen hun topmodel. Dat houdt in dat hij onder andere 20 beelden per seconde in RAW kan fotograferen. Hij heeft een stacked CMOS sensor van 46 megapixel. Hier hebben we hem. De Nikon Z9. Flinke unit. Heeft ook meteen de battery pack eigenlijk ingebouwd. Daardoor kun je ook makkelijk verticaal fotograferen en heeft hij natuurlijk extra ruimte voor een grote accu. Ja, wat voor Nikon-camera's geldt, dat hebben ze heel goed gedaan toen ze overstapten ook op systeemcamera's. Dat is de ergonomie. Hij voelt meteen zeer stevig in de hand. Heel fijn. De knoppen zitten voor je gevoel meteen op de juiste plek. En dat maakt ook die overstap voor mensen van spiegelreflex naar systeemcamera heel prettig. Wat meteen leuk is om even te bekijken, dat is de bescherming van de sensor. Hier zie je eigenlijk een mechanisch schild wat Nikon heeft geïnstalleerd voor de sensor. En dat kan omdat Nikon in de eerste plaats een elektronische sensor gebruikt in plaats van een mechanische sensor. Dus dan heb je niet het sluitergordijn, wat er normaal gesproken voor zit, maar hier dus echt een dedicated shield ter bescherming. En dat is natuurlijk heel mooi tegen stof en vocht en andere dingen die daar gewoon niet in kunnen komen. Alle poorten die je verwacht van een camera van dit formaat. Vanwege de snelheid van die Z9 zien we dus ook een Ethernet-poort erin. Kun je meteen een LAN-kabel aansluiten. Maar er zit ook een volle HDMI in voor video, onder andere microfooningang. Verder bovenop een LCD-display. Ja, onderop heb je de accu. Oh ja, die zit hier. En ook die is vergrendeld, zodat die niet zo makkelijk openschiet. En dan heb je eigenlijk al een flinke unit die je kunt opladen. Het is dezelfde unit die ook in eerdere camera's zat, dezelfde accu. Dus als je al nog accu's hebt van een D6, dan kun je die meenemen naar deze. Nou, natuurlijk het LCD-scherm, die is uitklapbaar. Niet alleen verticaal, maar in zijn geheel ook horizontaal. Aan de zijkant de slots voor de twee CF Express kaarten. Daar kan extreem snel naartoe geschreven worden. Ruimte voor twee keer. Ook handig aan deze camera, en eigenlijk camera's met een battery grip, is dat je verticaal kunt doorfotograferen gewoon met je wijsvinger op een sluiterknop. En handig aan deze Z9 is ook dat de joystick dan meegaat. Dus met je duim kun je nog steeds gewoon ook verticaal in portretmodus het focuspunt verleggen. Nou, dat is de Z9, de body. Even kijken wat er nog meer allemaal bijgeleverd is. Een oplader, een stekker, hier nog een USB-C kabel. Ja, en de Nikon Z-strap. 2470 is natuurlijk een mooie all-round combi. Nou, er zijn natuurlijk een aantal indrukwekkende specificaties van de Z9 die we graag willen uitproberen. Nou, in de camera heb je dus een aantal opties voor video die best ver gaan. Je hebt ProRes tot volgens mij 4K 50 of zelfs 60 beelden per seconde. Maar als je kiest voor H265 10-bit, dan heb je nu al de optie om tot 8K 30p te gaan. En als het goed is met een firmware-update, straks nog met snellere framerates. Het is een flink beest, ook een beest qua specificaties. Wat ik al zei, een CMOS stacked sensor, full frame, 46 megapixel met 20 beelden per seconde met behoud van autofocus in RAW. Als je in JPEG schiet kun je het tot 30 beelden per seconde. Natuurlijk verwacht je van een camera zoals deze ook hele goede autofocus, inclusief tracking. Dat moeten we nog testen. Maar daar hebben we hoge verwachtingen van, ook omdat het 3D autofocus tracking hierin zit volgens Nikon. Kortom, dit is de top of the line van Nikon. Nou, zo voelt hij ook aan, maar we moeten hem uiteraard nog testen. En die review die lees je binnenkort in zoom.nl.